Het Nunense burgerinitiatief tegen de gedwongen herindeling heeft zijn vruchten afgeworpen. Provinciale staten nemen op 22 februari al een beslissing over de fusie van Eindhoven met Nuenen. Dat hebben de fractievoorzitters van de Brabantse politieke partijen maandagavond besloten. Zij vinden unaniem dat er snel duidelijkheid moet komen voor de inwoners van Nuenen. In 2 weken tijd wist actiecomité Nuenen zelfstandig bijna 1500 handtekeningen te behalen. Het comité wilde de gedwongen fusie met Eindhoven terug op de agenda bij provinciale staten hebben. Eerder werd al duidelijk dat de volledige oppositie tegen de gedwongen herindeling van Nuenen met Eindhoven is. Steun is er alleen bij 3 van de 4 coalitiepartijen. De toekomst van Nuenen ligt dan ook in handen van de 4e coalitiepartij, de SP. De beslissing wordt op 22 februari gemaakt.